Dat gebeurt in de vroege ochtend van 29 december. De vrouw van het slachtoffer meldt zich bij de politie en vertelt dat ze heeft weten te ontkomen aan een woningoverval en dat ze niet weet hoe het met haar man gaat. Als de politie aankomt bij de woonboerderij aan de Hofdijklaan in het buitengebied tussen Leiderdorp en Oud-Ade, is de 66-jarige bewoner al overleden. Het slachtoffer is een bekende vastgoedeigenaar en ondernemer in Leiden. De politie gaat intensief op zoek naar de daders en weet 3 maanden later dus 4 verdachten aan te houden. Ja, vanochtend hebben we in totaal 4 verdachten aangehouden. 3 mannen in Frankrijk en een vrouw in Leiden. Kunt u iets zeggen over hoe u deze verdachten op het spoor bent gekomen? Ja, er is direct een groot rechercheteam van start gegaan. We hebben ook aandacht gevraagd in het opsporingsprogramma Team West. Dit heeft enkele tips opgeleverd. In zijn totaliteit zijn we zo bij de 4 verdachten uitgekomen. De 3 Fransen zullen waarschijnlijk worden uitgeleverd. De politie wil nog niks zeggen over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte. Ik snap dat u deze vraag stelt, maar zoals u wellicht heeft gelezen, zitten alle verdachten in beperkingen. En dat betekent dat wij er op dit moment niks over kunnen zeggen. Mogelijk wel op een later moment.